Oh, en ik heb muren gekregen. Oh, zit je op te nemen? Stiekem. Maar ik vind het echt, echt gaaf. Jeetje. Leuk hoor. Nu is het een huis, hè? Nu is het een huis geworden, ja. Bijkeuken. Leuke trap, Martin. Ja, leuk trapje, hè? Hangen we zo. Waarschijnlijk was goed. Hoe vind je je uitzicht, Martin? Ik ben tevreden over mijn uitzicht. Mooier dan ik dacht. De berg ook? Ja, die berg is, vind ik top. Ik vind ook dat hij steeds verandert. Ja. He? Dan, hij begroeit en dan halen ze weer wat weg. En ik vind het leven op die berg leuk. Ja, dat je dat mensen gebeurt. Ziet dat er... Altijd? Ja. Dat er hard gelopen wordt en dat soort dingen. En wat vind en je van de woning? Aan de overkant? Ja, nou, de overburen. Ik vind dat er heel leuk uitzien. Zo, dat was de bovenverdieping. Ja, en dan kijk ik uit de achterbuurschuren. En dan is dit de benedenverdieping. En boven zag het er echt heel erg strak en mooi uit. Het was een mooi huis. Zo mooi naar buiten zijn. Het hout zit er nu voor een deel tegenaan. Ja. En wat voor hout is het? Douglas. Het is Douglas hout en het is twee keer behandeld. Dus dat met is een spar, hè? Ja, een spar. Ja. Ja. Ja, het zijn hele mooie grote sparren zijn. Het is mooi hout. Het is een beetje rozig van zichzelf. Je ziet het hier mooi. Als je de doorsneden ziet. Maar zie je mooi, zeg maar, een beetje roze. Ja. Als je een beetje fantasie hebt en je ziet hier, dan zie je het hier ook een beetje doorheen schemeren. Zeg het, maar. Roze afstand, het roze van het Douglas hout. Ja. Dat is een, het ruikt ook heel lekker. Ik weet niet of je dat zo geroken hebt. Ja, harsig, hè? Beetje harsig. Ja. Ja. En dit is de ene kleur? Ja. Dit komt bij mij en bij Daan. Ja, dus er zijn een aantal woningen die krijgen deze kleur. Ja. Je krijgt dan ook, die komt ook op het appartementgebouw, helemaal bovenop. En appartement 11 krijgt ook helemaal die kleur. En dan heb je... En de andere allemaal, zeg maar, dat ligt. Dit is dan basis. En dan de onderkant, zeg maar, tussen de ramen en dan waar de woningen zijn. Daar zijn de... daar wordt het donkergrijs. Weer een andere kleur. Weer een andere kleur. Deze kleur wit, blijft dat zo? Nee, hij gaat iets verkleuren. Dus dit is de kleur zoals hij uit de verpakking komt. en dan wordt hij iets... hij gaat iets grijs. Dat hout, dat gaat drogen. Ja. Verder drogen. En het verkleurt, zeg maar, door de zon verkleurt het een beetje. Dan krijg je het een egale, lichtere kleur. Die iets donkere kleur, die zie ik hier in het huis een stukje verder vandaan. Ja. Ja. En daar zijn de planken niet verticaal, maar horizontaal. Zijn ze ook nog horizontaal geplaatst, ja. Dus zo krijg je, zeg maar, verschillende beelden van andere kleuren, andere plankrichting. En zo markeren we, zeg maar, iedere woning eigenlijk weer als een bijzonder punt. En is dat ook om te voorkomen dat het één saaie gevel wordt? Ja, maar ook om een. Je zult zien, zeg maar, er zit een soort ritme zit erin. Dus het ritme is niet alleen maar van 1 tot en met 8 de woningen. Maar er zijn er hier ook bijvoorbeeld 2 geclusterd, die krijgen juist die witte kleur. Dan zijn er 2 geclusterd, die krijgen die donkere kleur. Dus zo maken we van kleinere weer iets grotere clusters. En dan samen zijn ze weer als geheel, als vorm. Doordat ze natuurlijk allemaal gelijkvormig ergens zijn. Zo zitten er allerlei lagen, zeg maar. Ze zijn deze week begonnen met het betimmeren van de buitenkant. Hoe lang gaan ze daar nog mee door? Want het gaat zo snel. Ja, maar ze zijn nog wel even aan het timmeren. Ja, want die planken gaan wel snel, maar er zitten natuurlijk ook nog randjes zo meteen aan. Oh, ja. Dus er moet nog wel wat gebeuren, ja. Een soort schets van iets. Nou, ik heb gewoon even zitten tekenen, zitten krassen van hoe het er dan uit zou kunnen zien. En in principe ben je natuurlijk gewoon helemaal vrij om te maken. Je zou hem dicht kunnen maken met overslaande deuren. Ja. Een werkplaats of wat ook kunnen maken. Je zou er een open stuk kunnen maken met banken eronder. Zo kun je het helemaal eigen idee invullen. In principe ook gewoon mee aangeven dat je dus ieder zijn ruimte gewoon flexibel kan indelen. Ja, hoor. Zeker als het de achterkant en dan echt dicht. Dan heb je bijvoorbeeld ook een excellent, hè? Dat is zo leuk. Ja. Dus we moeten heel